De uitdaging voor het economieonderwijs op de middelbare school is om ervoor te zorgen dat economie leuker en ook relevanter wordt voor de leerlingen. En ik denk dat het goed is om economie veel meer te gaan uitleggen aan de hand van het leven van de kinderen zelf. Mensen zijn al econoom zonder dat ze zich eigenlijk zelf realiseren. Er zijn een aantal basisprincipes in het leven, en die kun je eigenlijk uitleggen aan de hand van het leven van de kinderen zelf. Dus begin niet met abstracte zaken voor de kinderen, zoals bijvoorbeeld bedrijven, of de overheid, of de woningmarkt. Dingen die te ver afstaan van het leven van die kinderen. Maar leg uit hoe economie, economische principes al een rol spelen, bijvoorbeeld in hun relatie met hun ouders, met elkaar, met de leraren enzovoorts. En ik denk dat er twee hele basisprincipes zijn waar je mee moet beginnen. Het eerste is het principe van verstandig kiezen. Uh, iedereen maakt heel veel keuzes in het leven, dat doen die kinderen al. En al die keuzes die hebben betrekking op het afruilen van kosten. En baat. Het eerste wat al moeilijk is voor de kinderen om te begrijpen, denk ik, is het begrip kosten. Ga eens uh, nadenken over wat kosten eigenlijk zijn. En kosten zijn eigenlijk alternatieve opbrengsten. Uh, dus je kunt je vra uh, ze de vraag stellen: waarom gaan ze uh, bijvoorbeeld vrijdagavond naar de film? Uh, ja, op die vrijdagavond kunnen ze ook andere dingen doen. Uh, naar een voetbalwedstrijd gaan of uh, gaan drinken. Maar waarom gaan ze, kiezen ze ervoor, om toch naar de film te gaan? Wat zijn de baten en de kosten van een vrijdagavond doorbrengen in het theater? Nou, er zijn bepaalde voordelen aan. Nou, dat zijn niet alleen monetaire baten. Vaak denken kinderen natuurlijk, nou, economie gaat alleen over geld. Nee, economie gaat gewoon over verstandig kiezen. En als je naar de baten kijkt, dan betreft dat niet alleen geldelijke, monetaire opbrengsten, maar gewoon het plezier wat je hebt met je kinderen, dat, met je vrienden. Dat is een belangrijke opbrengst. En een gedeelte van die opbrengst valt misschien geen eens in het heden, maar in de toekomst. Als jij een avondje uitgaat met je vrienden, dan versterk je ook die relatie en heb je later meer plezier. Dus een deel van de opbrengsten is eigenlijk in de toekomst. Er zijn twee belangrijke lessen: opbrengsten hebben niet alleen. Een monetair karakter, maar hebben ook, ja, kunnen in de toekomst vallen. Nou, wat zijn de kosten? De kosten zijn de dingen die je dan niet kan doen op die vrijdagavond. Nou, er zijn heel veel dingen. Je kunt je oma bezoeken, je kunt uh, gaan stappen, uh, je kunt naar een voetbalwedstrijd gaan. Dan zijn dus de belangrijkste, of de, de kosten van die uh, vrijdagavond, zijn de opbrengsten van die alternatieve keuze die je had kunnen maken. Dus dat zal bijvoorbeeld voor het kind. Een voetbalwedstrijd kunnen zijn. Nou, aan de hand van zo'n voorbeeld leg je uit wat verstandig kiezen is. Een andere basisprincipe, tweede fundamentele basisprincipe van de economie, is dat alles gebaseerd is eigenlijk op het zoeken naar win-win situaties. De meeste mensen denken dat het leven een, uh, nou, dat er een vaste hoeveelheid goederen is. Een basisprincipe van de economie is dat door samen te werken je eigenlijk meer kan creëren, meer waarde. Uh, en door uh, bijvoorbeeld in een bedrijf of in een school samen te werken kun je uh, ja, meer waarde creëren. En dat principe van win-win is al een heel belangrijk aspect. Nou, dat kun je bijvoorbeeld uh, illustreren aan het voorbeeld van de school zelf: de school is eigenlijk een team gericht op het creëren van waarde. Uh, waar zowel de leraren als de leerlingen uh, in principe beter van worden. De leraren die ontvangen een salaris, uh, hebben een leuke baan en de leerlingen leren iets over het leven. En natuurlijk, een belangrijk deel van die opbrengsten vindt ook in de toekomst plaats. Nou, het zijn basale voorbeelden, maar wel. Ingaan op de echte fundamentele principes van de economie. Die zijn tweeledig. Het verstandig kiezen, het afruilen tussen kosten en baten. En het tweede fundamentele principe is samenwerken gericht op win-win situaties. Zodat alle partijen beter worden. En dat jij beter wordt, niet ten koste van de anderen, maar juist ook om de anderen beter te maken.